Hoi en welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we mijn koffer inpakken, want ja, het is zover. Ik ga nu vertellen wat dus echt out of my comfort zone ligt. En wat ik dus in mijn vorige video had gezegd van ik heb iets spannends te vertellen. Ik ga dus samen met Nick op vakantie. Voor degenen die niet weten wie Nick is, dat is mijn partner. En wij gaan met z'n tweeën op vakantie zonder de jongens. Dat hebben wij nog nooit eerder gedaan. Dus zoals jullie weten zijn wij heel jong ouders geworden. Dus we hebben dat stukje samen reizen een beetje overgeslagen. Dus wij gaan nu met z'n tweeën voor het allereerst naar Mexico. En ik ga nu samen met jullie mijn koffer inpakken. Ik heb al wat dingetjes klaarstaan. Zoals mijn make-up. Die zie je daar. Die moet ik nog sorteren. Daar heb je mijn gezichtsproducten. En mijn haarproducten. Mijn notitieboekje. Ik schrijf iedere avond altijd 5 dingen op. Die ik belangrijk vind. Waar ik dankbaar voor ben. Dus die wil ik wel meenemen. Vind je dit een leuke video? Doe dan vast een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Dat doe je door hieronder te klikken. En een belletje zodat jij op de hoogte blijft wanneer ik een nieuwe video upload. Laten we dan maar meteen beginnen. Zoals je ziet heb ik al wat setjes bij elkaar gezocht. Dat achterste met die trui, dat is echt mijn favoriete trui geworden. Die heb ik aan in het vliegtuig. Daar heb ik nog 2 langere setjes. En daar heb ik ook korte broek met een truitje. Mijn badpak, korte broek met een truitje. Daar ook korte broek met een truitje. En weer korte broek met een truitje. Ik ga 7 dagen weg. Dus ik moet nog 1 setje en een extra setje erbij. Dit is dus mijn koffer. Oké, dan ga ik eerst even met de kleren beginnen en de setjes. Ik heb hier 2 t-shirts en ik vind het altijd wel fijn om een zwarte en een wit t-shirtje mee te hebben, want die kan je overal bij combineren. En dan heb ik hier nog mijn spijkerd jurkje, spijkerrokje. En die vind ik ook wel handig om mee te nemen, want die past eigenlijk overal wel bij. Aan heb lijkt het op een jurkje. Maar je kan hem ook best wel makkelijk te combineren. Mooie kleur ook. Dus ja, en het is daar volgens mij echt vet warm. Zo zie je dat het woensdag al 28, 29. Ja, dat wordt echt wel richting de 30. Dit broekje kan natuurlijk weer heel leuk met deze. Vond ik wel een schattig setje. Hij is alleen wel een beetje dikker. Dus ik weet niet, wel een beetje warm. Maar ik ga hem toch meenemen. En plus dit broekje kan ook met deze. Iets kort, dus je hebt een beetje buik. Maar ja, dat mag in Mexico. Dat is niet erg. Dus dan heb ik 1 broekje met 2 dingetjes. Heel kleurrijk en heel zacht roze. Ik vind het altijd zo lastig om mijn koffer in te pakken. Dan heb ik deze t-shirt met een streepje. Die ga ik ook meenemen, want die is ook weer leuk met dit te combineren. Deze neem ik natuurlijk ook mee. Mijn sinies. Weet je, ga ik er nu nog niet in doen. En deze oranje truitje. Ik had bij de Bershka een nieuwe broek gekocht. En die zit een beetje hoog. Op je heup. En dat vind ik echt super gaaf. Kijk, prijskaartje heb ik er nog aanhangen. Dus dit is ook een broekje die meegaat. Ja, dat vind ik gewoon altijd makkelijk. Hij is ook iets groter voor mij. Maar ja, als je daar gaat eten en zo, is dat wel lekker. Veel korte broekjes. Ja, en deze is altijd goed. En super handig. Als je even niet weet wat je aan wil doen. Kijk eens, deze vond ik zo stoer. Die had ik gekocht bij de Bijenkorf. Hij zit alleen wel best wel sexy. Dus dat is wel een beetje ook uit mijn comfortzone. Door dit bij die tieten. Maar ja, we zullen zien. Zo leuk. Helemaal diep ingesneden. En dan staat hier... Ik vind dat merknaam ook zo leuk. Billabong. Een billabong. En het prijskaartje er ook nog aan. Velvet broek. Die hebben jullie al een paar keer gezien. Ik vind als ik daar uit eten ga, dan wil ik toch wat netter. Ik merk nu dat ik toch best wel veel broeken heb. Deze past goed bij de velvet broek. En hij zit ook heel mooi. En hij maakt je ook wat dunner. Omdat hij wat wijder is. Kijk. Hij is een beetje oversized. Deze heb ik laatst ook gekocht bij de Bershka. Gewoon een simpele zwarte broek. Kijk, dat is 18 euro. Dus vind ik nog wel best wel goedkoop. Ik ga hem even hier nu zetten. Want het eerste kan wel een beetje vol. En dan heb ik deze nog. Dit is een jumpsuit. Maar die loopt een beetje... Hoe zeg je dat ook alweer? Flared loopt die. Maar hij is wel echt super cool. En ook makkelijk aan te doen. Kijk. Dat is dan zo'n jurk met een t-shirt. En het is een beetje een ouderwetse jurk. Een beetje vintage. Die t-shirt heb ik gewoon van de Zara op de kop getikt. Dus het hoort niet bij elkaar. Maar ik heb het zelf zo gedaan. En die gaat ook mee als jurkje. Ja.
Ik zie nu dat ik best wel veel bruine en donkere kleren heb eigenlijk. Ik zat te twijfelen om deze mee te nemen. Want ik neem hem altijd mee en ik doe hem nooit aan. Dat is een beetje mijn ding. Maar ik ga hem toch meenemen, want ik heb best wel weinig kleren eigenlijk. En dan heb ik voor uit eten weer zo'n jumpsuit met van die wijde pijpen. Ik moet niet te veel eten dan. En last but not least, gewoon een makkelijk jurkje. Als je klaar bent met zwemmen, gewoon trek je dit gewoon snel aan en klaar. En toch nog een beetje kleur dan, hè? Zo, dan moet ik alleen nog even mijn onderbroeken, BH's en sokken meenemen. Kijk, dit zijn mijn schoentjes. Met zo'n harde sol. Ziet er niet uit, maar het is wel handig. En dit is mijn hele masker. En het handige is, als je onder water gaat, gaat het klepje hierachter gaat automatisch dicht. En als je weer boven komt, kan je weer ademhalen. Super cool! En hierboven heb ik zo'n opzetstukje gehaald. En daar kan dan je GoPro op. En dan kan je gewoon onder water filmen. Oké, nu heb ik dus al mijn kleertjes erin. Ik ga nu even kijken naar mijn make-up. Deze twee voor mijn haar. Ik ben overgestapt naar de Redken. Ik moet zeggen, ik merk nog niet echt een verschil tussen de twee. Maar ja, deze gaan nu mee. Haarlak. Maar deze gaat ook mee. Ook weer het dopje kwijt. Curly curly! Ik heb geen zin om iedere dag mijn haar te wassen. Dus dan is het ook wel fijn. Mijn leave-in ding. Ze maakt het alleen nat. En dan doe ik dit erin. En dan is het helemaal perfect. Ik heb heel erg last van acne. En dit helpt wel heel goed. Het enige nadeel is, hij niet goed dicht. Dus heel vaak heb ik, als ik dan daar aankom, dat mijn crème heeft gelekt. Ik weet niet goed wat ik daartegen moet doen. Heb jij een idee? Laat het even hieronder in de comments achter. Want ik vind het zo zonde. En het zit alles een beetje onder. Dit is factor 30. Ik maak eerst gewoon met deze. En daarna met die. En daar gebruik ik af en toe dit sponsje voor om lekker te scrubben. En dan is mijn huid weer lekker zacht. Vooral op vakantie vind ik het belangrijk om regelmatig mijn huid lekker te scrubben. Maar als ik hem dicht doe, lekt hij alsnog. Kijk, boterhamzakje of zo. Misschien dat je. Tegengaan van zonnestralen op mijn huid. Dit is een factor 50 en die doe ik altijd bij mijn ogen. Waar je als eerste rimpels krijgt. En dan om mijn 2 uur smeer ik even mijn oogjes weer in. Hij is ook heel klein en compact, dus hij kan zo in je tas en dan meenemen. Super avond op, zodat mijn huid weer lekker kan kalmeren. Last but not least, maar deze is voor mijn stamcel en die doe ik over de anti-aging. Ja, wat de vrouw wel niet over heeft om jong te blijven. Tandenborstel. Van Oral-B. Zo. Voilà. Het is me gelukt. Deze doe ik gewoon hup in de tas. Gewoon hier erbij. En dan doe ik hem zo dicht. Daglenzen. En ik heb heel erg last van mijn ogen altijd. Dus deze neem ik mee als ik even wil druppelen. Want ik heb altijd heel erg last van droge ogen. En dit helpt wel echt super goed. Deze twee gebruik ik het meest. Deze is heel zacht. En daar kam ik mijn haar mee uit. En dit is echt een model erin te kammen. Hier die glow van NYX. Die neem ik ook wel eens mee voor over mijn hele huid. En een beetje hier. Dat doe ik heel vaak. Dan krijg je een glittertje. Heel mooi. Deze pakt echt ieder haartje. Echt super fijn. En dit is de wat groffere en grotere. Ik gebruik ook geen foundation op vakantie of poeder of whatever. Want het is stikheet en ik gebruik gewoon mijn dagcreme alleen. Wenkbrauwen en mijn wimpers doe ik. Ik heb niet zo heel vaak lipstift op, maar deze is wel echt een aanrader. Dus die deel ik ook erin. Oké, dan heb ik mijn schoenen nu ook gepakt. Deze die heb ik meestal aan gewoon om te wandelen en zijn hoog en zitten gewoon lekker. Dit zijn mijn boho slippertjes. En ik noem ze altijd mijn Jezus schoenen. Maar en voor lange wandeling is deze ook gewoon goed. Maar dit zijn in ieder geval de slippers die ik meeneem. Ik neem geen hakken mee, want ik weet, ik pak ze in en ik doe ze toch niet aan. Dus het heeft toch geen zin. Oh, mijn pyjama en zo moet ik inpakken. Pyjama. Zo, ik heb inmiddels ook mijn pyjama's gepakt. Ik neem deze met de zwarte broek en deze mee. Alleen die zwarte broek die zit nog in de was, dus die moet ik zo even erbij doen. Deze hierin past, maar ik denk het wel. En als die erin past, ja. Doe het dan. Zo, nu dat ik mijn koffer aan het inpakken ben, wordt het wel echt allemaal veel serieuzer. Dan ga ik mijn jongens echt wel missen. Daar heb ik wel een beetje moeite mee nu op dit moment. Wel moeilijk als moeder zijnde om dan op vakantie te gaan. Ik heb in ieder geval nu alles ingepakt. Dus ik ga doei doei weer zeggen. Vind je dit een leuke video? Vergeet dan geen duimpjes omhoog te geven en te abonneren. En dan zie ik jullie bij mijn volgende video. En vanaf de volgende video's allemaal leuke vakantievlogs. Of mijn snorkelding. Dat ik daar een GoPro op ga zetten. Dus ga vooral gewoon kijken.